Goedendag en welkom bij U Online. Het programma waarin we het nieuws van deze week op een rijtje zetten. En we kijken natuurlijk ook eventjes wat er allemaal op de sociale media is gebeurd. En Sabine weet er alles vanaf. Jazeker. Jij weet alles. En je hebt ook allemaal leuke dingen meegenomen. Want we beginnen altijd met dingen die onszelf zijn opgevallen. Ja, en dit filmpje vond ik persoonlijk zelf heel erg leuk. Want ik hou ervan om mijn nagels te laten doen. Ja, dat zien we altijd. Ja, kijk, want die zien er altijd goed uit. Gewoon nu heel rustig en heel normaal. Maar er is dus iemand die dat ook een beetje anders doet. Kijk. Een filmpje van Editie NL, zoals je ziet. Ja. Kijk, hier, reepje chocola. En dit is een hartje met touw. En hier, dit is dus een puistje. Dat kan allemaal ook. Een puistje? Ja, een puistje. En dit. Maar dit gaat toch veel te ver? Zou je dit op je nagels doen? Die lucifernagels, dat gaat wel een beetje te ver. Maar ja, dat is toch heel grappig. Kijk, een pen. Dat is heel handig. Zou ik hier nog kunnen schrijven en zo. Je kunt je brood niet meer smeren. Nee. Kijk, en deze? Die vond ik het leukst. Dat is een lieve heersbeestje. Nou, dit gaat wel ver. Ja, dit gaat nog heel even door, dus ik geef hem maar gauw bij jou. Ik heb ook wat meegenomen. Het was natuurlijk enorm koud in ons land. Ja. En normaal gesproken moet je een end weg voor een beetje kou. Dit is in Oostenrijk, een filmpje van Dumpert. En ik vond dit heel erg vet. Want als het dus heel erg koud is, wat het daar nu is... dan kun je dus dit trucje uithalen. Hij heeft gewoon een kan warm water vast... Jeetje. Vet, hè? Dat bevriest meteen zo gauw het de koude lucht raakt. Ik dacht even dat er iets ergs ging gebeuren. Nee, het valt mee. Dit is in het buitenland. In Nederland hadden we dus ook prachtige wintersporttafereel. Dit is op Ameland. Nou, dat herken je ook niet terug. Zo. In de duinen kun je gewoon een beetje, hoe noem je dit? Snowboarden met een chute. Kite snowboarden. Ik was hier erg van onder de indruk. Maar het heeft ook zo zijn nadelen. Want als je je was wil drogen... Nou, dat is echt heel hard. Daar kun je niks meer mee beginnen. Die kun je niet aantrekken. Die kun je denk ik weggooien. Ja. Ja, het was dus vooral de week van de ijskou. Gevoelstemperaturen tot min 19 graden en snijdende oostenwind. Het was niet altijd een pretje buiten, maar er kon wel weer geschaatst worden. Al was dat aan het begin van de week nog spannend. Maar wat wilde u graag die ijzerzonde binden? Jullie durven meer dan ik. Hoe komt dat? Weet je hoe dik het ijs hier is? Schaatskenner Fred Geers vertrouwt het ijs op het Henschotenmeer voor geen meter. Toch wil hij graag weten hoe dik het is. Zou een van jullie het ijs willen meten, de dikte? Ja? En dat klusje besteedt hij graag uit. Kijk, mijn gewicht. Ik ben geen zwaar gewicht, maar bij mij begint het al te kraken. Dus ik ga liever niet verder het ijs op. Zij zijn 20 kilo lichter... En ik denk dat zij zonder probleem hier wel kunnen lopen alleen. Alleen lopen. Maar dat was vorig jaar wel anders. Toen was het ijs op het Henschotenmeer dik genoeg voor honderden schaatsliefhebbers. Bij deze schaatswinkel in Achterveld hopen ze natuurlijk dat het weer zover komt. Druk is het hier in ieder geval al dagen. Iedereen is blij, lijkt het wel. Iedereen heeft er zin in. Dus de sfeer is gewoon goed in de winkel. Mensen moeten wel wat langer wachten. Soms duurt het wel een uurtje voordat de schaatsen klaar zijn of dat ze gepast hebben. Maar dat maakt allemaal niet uit. Want iedereen heeft er zin in en iedereen is vrolijk en iedereen is blij. En dat is ook de sfeer op de natuurreis zometeen. Ja, iedereen had er wel zin in. Ik denk dat de helft van onze regio wel op de schaats heeft gestaan. Want dat kon op heel veel plekken. Nou, ik even niet. Ik vind het persoonlijk echt iets te koud. Jij gaat lekker met je nagels bezig. Hè? Dat klopt. Maar er zijn dus ook heel veel mensen die hun drone meenemen. En daar dus hele mooie beelden van maken. Op verschillende plekjes in de regio. We hebben er heel veel opgestuurd gekregen. En we hebben een keus moeten maken. En we laten nu deze zien bij het Leersumse Veld. Kijk, en nu zie je ook het verschil in ijs, dat het ook heel erg verschillend was. En dat je dus heel erg goed moest opletten. Ja, deze plas is wel helemaal bevroren, maar een ander was het nog uitkijken geblazen. Ja, ik krijg hier wel een heel oer-Hollands gevoel van, Ja, dat is het wel. Een beetje met erwtensoep en warme chocolademelk natuurlijk. Ja. Maar heb jij zelf ook geschaatst of niet? Ik heb niet geschaatst. Ik moest de hele week werken. Dus dan blijft er weinig over van je schaatscapaciteit. Dat is waar. En ik ga meteen eigenlijk even door naar het volgende filmpje. Want die zagen natuurlijk ook heel veel voorbij komen. Mensen die even op het ijs gaan lopen om te kijken hoe dik het wel niet is. Ja. En wat is nou leuker dan van de ene kant naar de andere kant te gaan om zo'n slootje over te steken? Als het lukt is het heel leuk. Als het lukt. Maar ja, ga toch maar even kijken. Ja, dit gebeurde dus echt heel veel. Dat is koud. Ja, dat is heel koud. Ja.
Ja, dus dat is eigenlijk niet zo fijn. Maar ja, er was ook weer heel wat anders op ijsgebied. En dan moet je niet denken aan het ijs wat we hier net hebben gezien, maar het ijs als toetje. Want de eerste ijswinkels gingen alweer open. Ja, en de lente is begonnen. Ja, ik zou echt denken, heel erg koud. Maar er stonden dus al gewoon rijen bij de verschillende ijssalons. Ja, mooi. Goed. Het chocoladeijs is alvast goedgekeurd. Je moet er misschien niet aan denken, een ijsje bij een gevoelstemperatuur van min 15. Maar ach, het heeft ook zo zijn voordelen. We hebben zelf een test gedaan vandaag. Hè? Een ijsje buiten blijft bijna 1 uur 40 minuten voordat die eerste druppel naar beneden valt. Extra lang genieten dus. En dan is het eindelijk zover. De eerste ijsjes worden uitgedeeld. En dat mocht ook tijd worden. De opbrengst van de ijsverkoop gaat naar het onderzoeksfonds van het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Ze zijn bezig met een medicijn tegen longfibrose. Dat is een chronische ziekte van de longen. Eindelijk ijs. Nou, eindelijk. Volgens mij had het nog wel even kunnen wachten, toch? Ik krijg het hier ook heel koud van. En dan triest nieuws deze week. De moeder van de Nederlandse televisie, Mies Bouwman, is overleden. Ze woonde jarenlang in Elst bij Renen. De presentatrice werd geroemd om haar spontane, belangstellende en emotionele manier van presenteren. Ze is 88 jaar geworden. Ik wou u allemaal bedanken voor echt de fijnste dag en nacht in mijn leven. Mies Bouwman, ze was erbij vanaf het begin van de Nederlandse televisie. Licht uit, spot aan. 88 jaar was ze en de laatste jaren had ze een broze gezondheid. Toch komt het nieuws van haar overlijden in haar woonplaats Elst als een schok. Ik heb er een maand geleden heb ik er nog even gesproken. En toen was ze dus net terug uit het ziekenhuis en toen dacht ik van nou, dat gaat wel weer. En dan hoor je dus de hele tijd hoor je helemaal niks. En nu, ja, dat overvalt je dan gewoon. In Elst en op het gemeentehuis in Renen is vandaag een condoleanceregister ingericht voor de beroemdste inwoner van de gemeente. Ze was natuurlijk een hele bekende persoon. Maar zij was ook een persoon die voor ons in ieder geval, als we ze tegenkwamen, geldt ook voor mensen denk ik uit het dorp Elst en uit Renen, heel bijzonder. Dus, je kent haar van televisie. Maar zij was aan de andere kant heel gewoon. Dus als je haar tegenkwam, dan maakte ze gewoon een praatje. Ja, een echte icoon, Mies Bouwman. Ja. Ze werd geroemd deze week aan alle kanten. Ja, de reacties stroomden binnen. Dat waren op allerlei social media en internet, televisie. Nee, je kon het eigenlijk niet missen. Zo ook premier Rutte die zegt, geschrokken en bedroefd van het nieuws over Mies Bouwman. Vandaag is de koningin van de Nederlandse televisie overleden. Ja, en hij roemt ook, geliefd vanwege haar warme persoonlijkheid. Mm-hmm. En dat zien we ook terug bij de reactie van Henny Huisman op Twitter. Die zegt, afgelopen kerst zagen we elkaar nog. Wat een televisiegrootheid hebben we verloren. Dag, leuke, lieve Mies. En dan zien we natuurlijk ook André van Duin naast. En tot slot Robert ten Brink, OMG, lieve Mies Bouwman. Dank voor een leven lang inspiratie en jouw nuchtere kijk op ons prachtige beroep. Ja, ze heeft heel wat betekend voor de televisiewereld. Dinsdag dan wordt Mies Bouwman in besloten kring gecremeerd in Leusden. En het condoleanceregister wat u zag in het filmpje, dat ligt in Renen en Elst nog tot en met maandag. Een heftig ongeluk begin deze week in het Utrechtse Overvecht. Een 16-jarige jongen kwam om het leven toen hij met zijn scooter werd aangereden. Dat zorgde voor een grote schok in de wijk. Wat was dat precies voor ongeluk? Ja, dat was een scooterongeluk. En dat heeft met name ook te maken met de foto's die wij binnenkregen van dit ongeluk. Je ziet hier de scooter liggen in 100.000 verschillende stukjes. Dat is een flinke knal, dat zie je er wel aan af. Je ziet ook dat alles is afgesloten en dat mensen daarbij stonden te kijken wat er precies gebeurd is op die Einsteindreef. Dat is nog een beetje onduidelijk, omdat daar nu onderzoek naar wordt gedaan. Maar het levert wel heel veel woede en angst ook op, omdat dit een punt is waar het dus vaker misgaat. Mm-hmm. En dat zegt Jasmine ook, echt een rotstuk. Ik heb op de Einsteindreef gewoond. Er wordt gigantisch hard gereden. Zo vaak ongelukken gezien vanuit mijn oude appartement. En Isaura die gaat daar dus eventjes op door. Wat vreselijk, er wordt daar zo vaak door rood gereden. Ik kijk altijd nog even extra, al is mijn stoplicht groen als ik op de fiets ben. Nou, dat zegt wel wat over de verkeerssituatie. Ja, maar wat daar de oorzaak van dit ongeluk is dus nog niet bekend. Maar dat het veel indruk maakt, dat is echt wel duidelijk. Want we hebben dus beelden gekregen van de gebedsdienst voor de 16-jarige Ayoub. En hebben toch besloten om dat eventjes te laten zien. Omdat mensen toch willen weten hoe het nu verder allemaal gaat. Meer dan dit kan ik niet zeggen. Pas over. Dus de dingen die buiten staan, die kunnen naar boven. Wordt herontmoet.
Dit is in de moskee, hè? Waar, ja, klopt. Dit is in de moskee in Overvecht. En mensen, familie van Joep vond het toch belangrijk dat we dit deelden op onze pagina. En wij in die zin ook, omdat het gewoon heel veel los heeft gemaakt. En mensen die willen toch... Ja, onder dit bericht stroomden de reacties ook binnen van rest in peace. Heel veel sterkte aan de familie. Ja. En dat is toch een beetje een stukje van rouwverwerking. Ja, nou, een heftig ongeluk dus. Nog een kleine 3 weken en dan mag u naar de stembus. U stemt dan voor een nieuwe gemeenteraad. In deze tijd hebben we daar veel aandacht voor. In onder meer U Vandaag, elke dag. En in Utrecht wil wel een hele bijzondere man een zetel. Dat is Marcello van der Wal. Een interview met Marcello van der Wal heeft nogal wat voeten in de aarde. Ja, maar ik heb nog niet de goede kleding aan, hè? Moet je nog verkleden? Ja. Oké. De afspraak is in de Utrechtse raadzaal. Wat vindt u van deze man zo mooi, hè? Ik heb ook nog een sjerp. Die kan hier nog overheen. Nee, ik denk dat het met de sjerp moeilijker wordt. Als Marcello gekozen wordt, dan krijgt hij een eigen zetel in de Utrechtse raad. Nou, dan zou ik toch een stoel een beetje dichter bij de burgemeester willen. Dat is voor het college natuurlijk, denk ik, hier, hè? Nou, dat denk ik toch... Een beetje, denk ik, zo hier. Dit is een beetje centraal. Marcello heeft geen verkiezingsprogramma. Ja, geen verkiezingsprogramma, maar hij staat toch wel ergens voor, of niet? Nou ja, dat is dus een beetje de vraag. Hij wilde wat gaan doen met het openbaar vervoer. Maar als je dan een beetje met hem doorpraat en wat hij dan precies bedoelt... komt hij niet verder dan Q-bus aanpakken. Dus ja... Hoe dat dan precies zit, weet ik niet. We wachten af hoeveel zetels die gaat halen. Kun je een beetje autorijden? Ja, nou, dat van jezelf te zeggen? Ja, zeker. Ik moet wel zeggen, ik heb in 1 keer mijn rijbewijs gehaald. Daar ben ik eigenlijk wel heel erg trots op. Ik ook. maar collega Henk Westbroek, die kan het niet zo goed, hè? Dat heb jij gezien deze week. Dat klopt. Dat gaat om het programma Slechtste Chauffeur van Nederland. Daar doet Henk aan mee. Mm-hmm. En afgelopen weekend, is natuurlijk helemaal niet waar. Afgelopen week was de eerste uitzending. Ja, en toen ging het eigenlijk al meteen heel erg mis met Henk. Hier mag je niet in. Ja, kijk, maar hier loopt het dood. Ja, daar mag je niet in. Ja, maar ik kan hier toch wel dus draaien. Dus moet je achteruit. Ja, ik ga mooi hier die gracht op. Zo, kijk. Oh, hij heeft het hekje meegenomen. Meen je dat? Nergens over lul. Het is maar een hekje. Een heel klein deukje. Ik zag het ook niet. Dat is typisch Amersfoort. Dit is een verbergende hekje hier. Ze zijn 43 keer fout gereden omdat ze mij wel eens de verkeerde kant op stuurden. Maar aan de andere kant was het ook een baken van rust. Want elke keer als ik dacht, nou, ik zit per ongeluk tegen een hekje aan, dan zei zij, wat een keer gebeurde, dingen als... Je gaat de hele tijd, je hebt tegen een hekje aangezeten. Ik wil even kijken of je schade hebt gemaakt. En dan kijk. Oh, oh, oh. Nee, niks aan de hand. Zie je dat? Nou... Hier misschien kijken. Oh, dat was zo'n... Kom op. Mooi toch dat hij zegt, oh nee, niks aan de hand. Ik zou mijn auto niet uitlenen, geloof ik. Nou, ik dus ook niet. Maar het schijnt dus ook dat hij nog niet zo heel lang zijn rijbewijs heeft. Eigenlijk maar een paar jaar. En zijn dochter die vertelt dus dat dit soort incidentjes, noem het dan maar even... dat het dus wel vrij regelmatig voorkomt bij Henk. Het is ook niet makkelijk, hè, rijden namens ons. Tot zover, uw online zit erop voor deze week. Heeft u nou nog leuke filmpjes, foto's of iets anders? Stuur het naar ons op. Dat kan via Facebook, Instagram of gewoon via de mail. nieuws@rtvutrecht.nl. Dan zou ik zeggen, een fijn weekend en rij voorzichtig. Dag.